Dames en heren, jongens en meisjes hier in Studio 1 van Aalsmeer. En natuurlijk ook u thuis. Van harte welkom. En ik ben heel blij dat u er weer allemaal bent. Want vanavond is het de 5e aflevering alweer. En het begint nu toch wel echt spannend te worden. En dan heb ik het met name over het klassement. Want bovenaan staat nog steeds Dick de Witte, winnaar van show 3. Gevolgd door Bart Bos, winnaar van show 2. En ook uit show 2... op de derde plaats, die gezellige Marja van de Toren. En daar is vorige week geen verandering in gekomen. Misschien gebeurt dat vanavond. Eén ding is zeker, en het zal me absoluut niet verbazen, want we hebben weer 3 geweldig sterke kandidaten. En ook vanavond worden ze beoordeeld door de jury. En die bestaat uit Ruud de Weijden. Lisbeth List. En hier zijn de kandidaten van vanavond. Showmasters 5 brengt de volgende kandidaten. Maya Hakvoort, Willeke Stoffer en Kamaran Abdallah. Maya Hakvoort komt uit Amsterdam en studeerde af aan de Kleinkunstacademie. Met de musicalgroep Jeans trad ze een jaar lang met veel succes op. Ze is ook bijzonder muzikaal. Maya speelt piano en verzamelt aparte kleding. De tweede kandidaat van vanavond is Willeke Stoffer uit Oegstgeest. Willeke is onder andere dramadocente op de Theologische Universiteit van Kampen. Haar grootste hobby's zijn het maken van sieraden en het verzorgen van de vogels op haar balkon. Kamaran Abdallah uit Amsterdam is een veelzijdig artiest. Hij stond de afgelopen maanden avond aan avond op het podium in de musical Geboren Vrienden. Kamaran bespeelt diverse muziekinstrumenten. En in zijn vrije tijd maakt hij van klei vreemde fantasiebeesten. Sandra, dit zijn je kandidaten. Ja, dankjewel. En de eerste kandidaat... De enige mannelijke kandidaat van vanavond stond in diverse kindertheaterproducties en ook in de musical Geboren Vrienden. Hier is Kamaran Abdallah. Ja, je hebt het begrepen, hè? Wat? Dit was de plaagvogel, hè? Echt waar? Ja. Mag ik nou echt? Ja, je mag nu echt. Dus ga weer, verdwijn weer even achter dat stuk. Zeker weten? Zeker weten. Oké. Oké, dames en heren, hier is Kamaran Abdallah. Showmasters, masters of show. Op tv en radio. Weet niet precies wat ik hier zoek. Zat net op thuis met een goed boek.
boven zich het doek. Zo. Wat dacht je? Afschuwelijk. Ja, erg lijkt me dat. Ja. Hè? Denk je van, nou, dan doe ik het, heb ik het leuk ingestudeerd en dan hups ineens wat anders. Ja. Goed, jouw naam, dat is een hele bijzondere naam. Ja. Dat is je eigen naam? Ja, dat is mijn eigen naam. Ja, dat is geen Nederlandse naam. Nee, ik kom oorspronkelijk uit Bagdad. Uit Bagdad, die van Bagdad. Nou, een hele aardige man uit Bagdad, zo moet ik het zeggen. Hé, hey, die kindertheaterproducties, hè? Ja. Wat voor soort rollen doe je daar dan? Nou, ik ben begonnen als moeder Corrie Kip en tante Lily Kalkoen. En ik heb 230 voorstellingen een ei uit moeten broeden. Dus je bent vrouwen heb je gespeeld? Ja, ook. En mannen en kinderen. En alles? Ja. Dus je doet gewoon alles. Ja. En in die geboren vrienden? Nou, daar speelde ik bijvoorbeeld een crimineel jongetje van 10 jaar. Wat dus met ook als kind? Klapperpistooltje opkomt. Zo. Die na de pauze verhaalt voor een echt pistool. En iemand vermoord. Zo. Nou, ik ben benieuwd wat jouw specialiteit wordt. Ook zoiets? Met een klapperpistool en zo? Neig die kant op. Nee, wat doe je precies? Ik zing een nummer. Je zingt een tango. Een tango? Ja. Gaan we even naar kijken.